Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de Monté-koers om de Rodi Mediaprijs. En het is naar de start Shy Boy W. Die samen strijdt met Ovidio Flash om leidende positie. Op anderhalve lengte volgt Regina Rapida als derde. Twee lengten daarachter is het Tabita Mondio die geflankeerd wordt. Als de paarden de bocht doorkomen door de opkomende Teun Schermer. Galoppade zien we op dit ogenblik voor het nummer 1 paard. Uitgeschakeld Tabita nummer 1, galop nummer 1. En die is uitgeschakeld en de paarden zijn aan de overzijde van de baan. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde leidt op dit ogenblik Shy Boy Way. Maar doet dat maar met een hoofd. Want aan de binnenzijde geeft Ovidio Flash goed partij. En de paarden zijn op dit moment in de reguliersbocht. 3-4 lengte daarachter zien we moeilijkheden voor Regina Rapida. Als de paarden dan afkomen op de rechte lijn voor de tribune. Nummer 2, galop. Paarden zijn nu in de rechte lijn voor de tribune. Met aankop van het veld aan de buitenzijde Shy Boy W. Blijft in dat tweede spoor leiden. Doet dat nu met een halve lengte voorsprong. Nu een volle lengte op Ovidio Flash als we de Jong Holland bocht weer ingaan. Daarachter volgt dan Teun Schermer nu in derde positie. Wordt gevolgd door Zwiebertje Kers. En laatste van het peloton is Good Old Salvadores. De globetrotter die weer terug is op Nederlandse bodem. En zijn geluk nu gaat beproeven in het Monté-genre. Deelnemers schuiven dichter bij elkaar. Met aankop nog altijd Shy Boy W. Met een lengte en een staart voorsprong. Op de tweede plaats, daarachter aan de buitenzijde Teun Schermer en aan de binnenzijde Ovidio Flash. Op drie kwart lengte volgt Zwiebertje Kers en op afwachtende tactiek wordt gereden Salvador S. Deelnemers gaan de reguliersbocht weer in met nog altijd Shy Boy weer. Leonie Vethaak aan de kop. Op de tweede plaats komt aan de buitenzijde nu Zwiebertje Kers. Uitgeschakeld nummer 3 galop. Terwijl nu Ovidio Flash wordt uitgeschakeld en de paarden in de rechte lijnen voor de tribune zijn straks bij het passeren van de finish nog één volledige ronde af te leggen. En het is Shy Boy weer. Krijgt de aanmoediging. Aan de buitenzijde uitgeschakeld, Kes, nummer neemt de leiding 8, galop. Terwijl nu de nummer 8, Salvador S, wegspringt en wordt uitgeschakeld. En de paarden dan afschijn gegaan op de overzijde van de baan. Door de Jong Holland bocht nog drie paarden in contentie met aan de binnenzijde Shy Boy W die herneemt. Aan de buitenzijde Zwiebertje Kes die attaqueert. De contra-attack aan de buitenzijde van Zwiebertje Kes leidt tot een nieuwe leiding. Heeft drie kwart lengte voorsprong, nu een volle lengte. Shy Boy W op de tweede plaats en Teun Schermer op de derde plaats. Die lijkt niet meer te kunnen aanklampen. Met als leider Zwiebertje Kes gaan we de laatste bocht in. Zwiebertje Kes, groter wordende voorsprong op Shy Boy W. En op de derde plaats erachter Teun Schermer. En de paarden zijn in het hart van de laatste bocht. En Zwiebertje Kes, ja, die is een maatje te groot voor al zijn concurrenten. We komen de laatste rechte lijn in. 150 meter nog te gaan. Zwiebertje Kes, good old Zwiebertje Kes leidt hier. Op de tweede plaats aan de buitenzijde Teun Schermer erachter Shy Boy W. En zo gaan we ook over de finish. Zwiebertje Kes de winnaar. Tweede positie Teun Schermer. En derde is Shy Boy W. En daar is overwinning nummer 5 uit 5 voor de stal van, jawel, Bas Krebas. We gaan zo dadelijk jullie huldigen, maar eerst alle aandacht voor de winnaars van de Rodi Mediaprijs. Wat een geweldenaar. Zwiebertje Kes 1-17-3 met enorme wind tegen. En ja, dit was een ongekende prestatie. Hij heeft inmiddels de deken op van Rodi Media BV. En ik denk dat we gelijk een hele mooie grote ereronde kunnen gaan maken, dames en heren. Want... Dan staan we misschien nog een beetje droog zo dadelijk. Ik heb nog een prachtige prijs van mevrouw Kesbeke. Die gaan we overhandigen, de eigenaresse. Beschikbaar gesteld door de PSHA. Ik vraag even aan Wim of alle foto's gemaakt zijn. Wim? Wim, hebben we de foto's gemaakt? Ja, we kunnen voorrijden. Laat allemaal los, Dennis. Ga maar rijden. Ja, ik mis Julia met de bloemen, maar die krijg je op de terugweg, Nick. Ga lekker voorrijden, want hij wordt onrustig. Rodi Media, ongelooflijk bedankt ook dit jaar weer voor de sponsoring. U kunt in de handen voor Zwiebertje Kes, Nick Holleberg, 1-17-3 en overwinning nummer 5 voor Team Krebas.